Dag, mevrouw Vistaal. En dan krijgen we Kouwenberg. Kom op. Oh, ja, hallo Kouwenberg. Met Haargrens spreek je. Zeg, ik zit hier met de klassenlijst. Alles goed op... Ja, het rommelt overal, hè. Moet je luisteren, even wat anders. Kan Pip morgen op het partijtje van Koos Kees komen? Pip? Pip heet hij toch? Oh, Pup. Pup Kouwenberg. Ja, daar komt mijn vrouw er ietsjes zijn een beetje aan de kant de laatste tijd. Pup, natuurlijk. Bij Koos Kees. 3B. Ja. De tweede? Zit Pup pas in de tweede? Oh, die is blijven zitten. Juist. Hoe gaat het nu met hem in de tweede? Ja? Voor de tweede keer? Remedial teaching. Ja. Ja, goed. Nee, dan is het misschien toch niet zo geschikt voor Pip. Ik bedoel, het wordt een vrij pittige speurtocht. Flops. Dat is je dochter, Flops. Ja, Flops natuurlijk. Nee, Flops staat hier ook op de lijst. Flops heb ik... Ja, nee, die staat er ook op. Ja, natuurlijk. Nee, daar heeft Koos Kees het vaak over Flops. Maar ik dacht, ik bel eerst of Pip kan. Want anders is zo sneu voor Flops als... Als Pip wel kan en Flops niet, hè? Nou, spreken we het zo af, Kouwenberg. Pip, Pup en Flops, die staan bij het hek. Morgen neem ik ze alle drie mee. En dan breng ik ze wel weer thuis. Ja, uurtje piep. Oké. Okay. Zeg verder alles... dat had ik al gevraagd. Ja. Oké. Okay. Dag, Kouwenberg. Dat brengt het op 17. Kom maar. Zoet na twee passen. Even kijken, zoet na twee passen. Zoet. Zo. Wat punten. Zo. Leuk, hè? Mijn zoon Koos Kees is vandaag 9 geworden. En je wilt wat? Toen hij 5 werd, zijn we wezen bowlen. Toen hij 6 werd, zijn we gegaan naar het Noorderdierenpark in Emmen. Daarna hebben wij gegeten, ja, in de hoefslag. Had vader er ook nog iets aan? Mm-hmm. Toen hij 7 werd, hebben wij een rondvlucht gemaakt boven het Gooi. Vorig jaar op zijn 8e hebben wij een rondvlucht gemaakt boven Nederland, waarbij Star Wars werd vertoond, aan boord. En zo laat je jezelf opjutten, die ouders die naaien elkaar op. Je moet een keer een punt erachter zetten. En ik ben nu weer terug op de gewone ouderwetse gezellige speurtocht. Ja? Eens even kijken. Een rood lintje aan deze boom. Goedemiddag. En dan kunnen ze... Mag ik even vragen, u bent niet toevallig bezig met een speurtocht, hoor? Ja, inderdaad. Mijn dochter is vandaag 13 geworden en ach, ik heb op die verjaardag al van alles gedaan. Minigolfbad, de minigolfbaan, het golfslagbad en ik dacht een ouderwetse speurtocht. Rode lintjes hebben we allebei, hè? Oh, u bent ook ik met kom een speurtocht. Vandaar, ze zitten nu in het pannenkoekenhuis te eten bij mij. Ik heb duizend meter... rood lint, van huis gegaan. Ik heb nog 20 meter rood lint over. Dat betekent dat de puinhoop niet te overzien is. Wat leuk. Ik ben 15 kilometer onderweg pannenkoekenhuis toe. En ze zitten me op de hielen. Dus. Akkoord, maar dat is helemaal niet zo leuk. Dat is niet zo leuk, want nu komt verwarring op dat punt zeker. Ah. En die 7 kilometer van hier tot aan het pannenkoekenhuis gaan mijn gasten rode lintjes volgen en eten straks uw tumtum op. Ik begrijp wat u bedoelt. Ja, dat kan niet. Ik zou zeggen, nou dat kijk, dat hoor. Zeulerwoud is groot genoeg voor 100 speurtochten zonder elkaar te rijden. Mits er groene, blauwe en gele lintjes ik gebruikt heb een worden, maar niet als u nou eens lintjes. Twee lintjes teruggaat en dan rechtsaf het bos inslaat en dan met een grote boog weer op de weg komt. Ik vertel u net, kijk, dit is 1000 meter rood lint en ik heb er nog 20 meter van over. Jawel. U wil dus nu dat ik nog in een kwartier tijd, ze zijn bijna klaar met eten, dat ik mijn hele speurtocht ga omgooien. Precies. Omdat u zo dom bent geweest om ze ook zitten met bij rode u nog lintjes in het pannenkoekenhuis en ze zitten. U neemt dus de meest voor de hand liggende kleur, rood.
Dat dacht ik is een goed hoe laat bent u begonnen vanmorgen? Om 9:30. Ik kom 9:15. Nou, dat geeft u toch niet het recht om... 13, dacht ik? Maar meneer, luistert u nou mijn eens. Zoon is 9. Ik denk dan... U hebt toch wel oer voor een redelijk voorstel. Ik zeg, gaat u eventjes twee leentjes... Dat kan niet, dat haal ik niet meer. De kinderen komen over een kwartier van de pannenkoeken vandaan... Nu komen dan volkomen in de war. Als u dan niet wilt luisteren naar een volstrekt redelijk voorstel... Dan zou ik willen zeggen, kijk, dan doen wij dit zo... En dan ben ik ook niet te beroerd. Deze smikkelspekken zijn van u. U laat de smikkelspekken hangen. U laat die snu... Zo. Als men dan toch niet luistert. Dat is leentje 1. Wilt u dat lint? 1. Dit is uw pijl, neem ik aan. Ik neem mij aan dat dit uw pijl is, ja? Daar gaat de pijl. U laat de dropjes hangen. Laat de dropjes hangen. Ja, ik wil er even op. Goed, maar goed, als u het zo wil spelen, smikkelspekken, zijn het uw smikkelspekken? Weet u wat we daarmee doen met de smikkelspekken? Daar doen wij dit mee. Kijk, smikkelspekken, hier. Deze dropveters zijn van u. Ja, goed gezien. Onbegrijpelijk. Schoft. Dan gaan we wel met de tumtum naar de Japje. Dan is vader er ook nog wat aan. Zoet!